Oké, we staan hier bij het paintballcentrum Friesland, bij de open dag van paintballvereniging Friesland. Dit is Chitte van Slageren. En open dag dus. Jullie hebben een sub-airveld, sub-woestveld. Net een beetje bekijkt, het speelt natuurlijk net als een sub-airveld. Woestveld ook hier voor ons. Woestveld links van ons, zie je ook allemaal in de video natuurlijk. En geweldige dag, geweldig bakkomst dacht ik zo. Zeker. Mooi weer. Hoe lang duurt het al? Wij zitten hier zo'n 8 jaar op deze locatie. 8 jaar op deze locatie. Ja. Hoe lang heb jij de vereniging al? Wij zijn eigenlijk vanaf het begin al aan hebben we de vereniging erbij betrokken. We kwamen toen bij ons, we waren op zoek naar een vaste locatie. Ja. Die hebben ons meegeholpen van, goh, nou, dit zijn leuke ideeën voor onszelf, dit zijn de voor- en nadelen. Ik had zelf wat minder ervaring met paintball, en dankzij hun ervaring hebben we een beetje leuk van kunnen maken. Ja, en dan praat je dan over Furious, maar ook over een groter plaatje daarbij. Nu heette ze paintballvereniging Friesland, eerst heette ze The First Encounter, dat is allemaal een beetje ontwikkeld. Ja. Maar ongeveer hetzelfde, dus maar de kern is hetzelfde. Ja, dus eigenlijk de vereniging, en die heeft dan als team verschillende namen gehad, klopt, maar vooral een beetje de vereniging. Ja. Hey, hoe vaak in het jaar doen jullie een open dag? Ongeveer is het elke maand? Of? We hebben het elke maand, dat is zeg maar 6-7 keer per jaar. Oké, okay, dus het is de mooie maanden van het jaar. Precies. Oké, okay, en volgens mij doe je hiernaast ook nog rentals? Ja, klopt. Zoals alle velden. En we hebben elke dinsdagavond hebben wij een soort paintballschool waarvan we trainer zijn met een vaste groep. Oké, okay, dus ja, woon je in de buurt en wil je wat meer trucjes leren, snapshooten, zoals in een snake glijden of wat dan ook. Ja, dan kan je bij deze heren terecht volgens mij. Ja, zeker weten. Dus ook spelers van Furious zijn erbij. Ja. En gewoon met super oefenen. Kun je ook heel veel met voets kun je daarmee doen. Dus dat is alleen maar voordeel. Furious speelt in de NPL op dit moment. Ze hebben ook even een losse lek van Millennium meegedaan. Ze hebben een losse lek van CPS meegedaan in Milaan, geloof ik. Ja. Dus ja, die jongens weten echt wel waar ze mee bezig zijn. En als je wat wil leren, dan zijn deze jongens een hele goede keus qua team in Nederland. Zeker weten. Nou. Hey, dankjewel voor de open dag en voor het interview. Jullie ook bedankt. Kijk nog even de rest van de video uit. Midden op het woedsveld wat bij ons vereniging Friesland Rijk is. Nou, we staan hier met Jos Soet, je kent hem wel. En staan we hier midden op een soort van eilandje. Nou, leg eens uit, waarom staan we hier? Jim, dit eilandje is hier aangelegd. Eigenlijk bij de aanleg van het hele woedsveld. Ja. We vonden het leuk om een klein element met water in het veld te hebben, want het is hier toch in Friesland. En zodoende hebben wij hier een klein grachtje / greppeltje gegraven. En die vullen wij elke week bij met water, omdat het niet altijd heel erg lang blijft liggen in het droge zomerseizoen. En de huurgroepen en de andere paintballers vinden het eigenlijk prachtig om hier doorheen te slenteren en dit water als obstakel te gebruiken. En, gaat dat altijd vrijwillig? Of? Het gaat niet altijd vrijwillig. Het is ook wel eens gebeurd dat je iemand aan ziet komen rennen, die dan kort even verdwijnt. Even zo. Ja, precies zo. Ja. Ja. En die dan een paar seconden later weer schreeuwend naar boven komt. Omdat hij in het water is gevallen. Maar ja, dat kun je niet voorkomen. We zeggen het altijd aan het begin van het spelletje wel. Dat er is water, dat heb je ook mij verteld. Ja, dat water in het midden van het veld zit. Dus daar moet op gepast worden. Maar helaas is dat niet altijd het geval. Gelukkig is mij goed gegaan vandaag. Maar het had ook anders kunnen lopen. Op een gegeven moment zat ik hier heel dichtbij. En water. Ja. Toch even oppassen. Maar er zijn mooie bruggetjes en je kan hier goed in midden. Hey, maar dat is niet de enige reden waarom we hier staan.
Ah, klopt. Want we gaan nog even wat pluggen. Wat gaan we pluggen? Je hebt volgens mij wat bij je. Heel toevallig. Heel toevallig. Had ik onder mijn jersey van PB Rack, had ik hier een flyer van de PCF Cup 2013. Het is op 22 september. En dan kunnen we hier op twee velden, wat georganiseerd door Pembroke Center Friesland en Furious, is er een leuk toernooitje. 3-3. Correct. Het is, op twee velden? Ja, het is helaas niet op dit veld, want 3-3 op dit veld zal een beetje te lang duren. Beetje te groot, dat is een luxe probleem. Correct, we combineren het met een open dag, dus er kan gewoon op dit veld gespeeld worden als er wedstrijden worden gespeeld op het kleine woodsveld en het subwoodveld, waar net ook de review is gedaan. Ja. Een bring your own fee van €50 en een field paint only fee van €30. Voor meer informatie kunnen jullie gewoon naar voorzitter@paintballverenigingfriesland.nl. Dat komt hier ook onderin het scherm denk ik te staan. Ja. Dat was het eigenlijk wel, Jim. En het zal superleuk zijn als teams zich inschrijven voor deze gezellige dag. We hebben de kosten zo laag mogelijk gehouden. En, dus lage kosten. Laagdrempelig neem ik aan, want het is niet dat het millennium niveau is ofzo. Het is puur voornamelijk voor beginnende mensen die toch een beetje toernooi willen proeven, dacht ik. Precies. Ja, en 3-3, dus je hebt niet meteen dat je heel veel tegenstanders hebt of dat onoverzichtelijk is voor je gevoel. Of dat echt massief, dat je denkt, oh wat ben ik nou aan begonnen. Nee, lekker 3-3, relatief rustig. Laagdrempelig. En geldprijzen voor de top 3. Wat wil je nog meer? Een colaatje. Een colaatje. Ja. Zullen we die maar gaan halen? Dat is goed, Jim.